Leuk dat je weer kijkt naar Foodbomb. Vandaag gaan we springrolls maken, oftewel verse lumpia's, gemaakt van rijstvellen. Normaal gesproken zit er sla in, mihoen, wortel, paprika, tauge. Het is eigenlijk een beetje aan jezelf. Ik doe er garnalen of surimi. Ik wil het niet krap noemen, maar surimi sticks doe ik ertussen. Het is helemaal aan jezelf. Ik laat even aan jullie zien hoe ik het maak. Let's go! Ik heb hier paprika, wortel en tauge. Tauge heb ik 1 minuut gekookt. Dus eigenlijk kokend water eroverheen gedaan. 1 minuut laten staan. En vervolgens in koud water gedompeld en eruit gehaald. Hij blijft dan nog steeds knapperig. Ik heb hier mihoen. Die heb ik in stukken gesneden. Ik geweld met kokend water. Ik heb hier, zoals ik zei, krab of surimi steaks. En garnalen. En er gaat nog sla in. Dat is het enige. Ik heb hier lauwwarm water. Hier heb ik de rijstvellen. Ze zijn wel een beetje gebroken bij mij, zie ik. Dit doe je erin. Dit laat je even 30 seconden wellen. Als je te warm hebt, dan zul je zien, dan krult hij helemaal om en dan kun je er niks meer mee. Dus hou het gewoon 30 seconden dat hij even zacht wordt en dan kan hij eruit. Nou, niet eens 30 seconden. Ik heb hem 15 seconden hooguit erin gezet. Uitgerold hier. Kijk, omdat die is gebroken, zul je zien dat bij mij deze gedeeltes hier allemaal scheurtjes hebben. Maar goed, ik ga het gewoon maken. Nou, weet je, ik gebruik zelf sla. Hoeft niet, dus het is aan jezelf. Ik vind het net te groot, dus ik doe een slastukje hier. Wat mihoen. Die heb ik van tevoren dus gevuld, wat ik zei. Een paar wortels, paar paprika's. Krab of surimi sticks. Ik blijf krab zeggen. En ik doe wat tauge erin. Dit is eigenlijk alles. En hoe rol je het op? Ik laat het zo meteen nog een keer zien. Je draait het 1 slag om. Je vouwt de zijkanten dicht. Het plakt heel goed hoor, dus wees niet bang. En je draait hem eigenlijk net als een lumpia, als je dat eerder hebt gedaan. Draai je het dicht. Kijk. Dan heb je dus zo'n pakketje. De inhoud, ja, dat is helemaal aan jezelf. Ik heb hier de rolls. Leg ik aan de kant. Hier hoort natuurlijk wel een dipsaus erbij. Nu komt het. Dit wordt normaal gesproken gemaakt met vissaus. En dan zul je zien, op het moment dat ik net de vissaus pak, hij uit mijn vingers glipt. Dus ik was net een uurtje bezig om de grond schoon te maken. Nou, wat ik hier heb, is teentje knoflook. Fijn. Gember. Heel fijn. En ik heb rode peper. Heel fijn gehakt. Ik hou van knoflook. Dus gember. Normaal gesproken voeg je dus nu vissaus toe. Ik heb geen vissaus meer, dus ik doe sojasaus. En je weet dat sojasaus gewoon heel zout is. Dus het is ook niet de bedoeling dat we alles over de springrolls heen doen. Het is meer om te dippen. En ik heb hier oestersaus. En overigens is dit de lekkerste oestersaus die ik ken. Dus mocht je een keer bij de toko zijn. En hier doe ik ongeveer een lepeltje van. En uiteraard. Dit is mijn dippingsaus. Zoals ik zei, normaal wordt dit gemaakt met vissaus. Om het goed af te maken, laat ik het zien. Hier heb ik de saus. Dit dip je erin. En overigens, overal waar sojasaus op zit, dat wordt altijd lekker. Wat heerlijk. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.